Goedemorgen, vandaag maken jullie het vervolg van les 8. Opdracht 4. Bij opdracht 4 vragen ze om de woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep te onderstrepen en daarna het hele woord op te schrijven. Het eerste woord, poging, je hoort een lange klank. Je schrijft hem op met één O. Dus je zet er een streep onder dat woord. Heb je dat al gedaan, schrijf je dit woordje opnieuw hieronder op de lijn. Bij het tweede woord, potloodje. Je hoort wel een lange klank, maar je schrijft hem niet met één O op. Dus dit woord hoort er niet bij. Het derde woord, goedkopen. Lange klank, je schrijft op met één O. Dit woord hoort er wel bij, dus dan zet je weer een streep onder dit woord. Daarna schrijf je hem op de lijn. Bij opdracht 5 moet je van het woord dat vooraan de zin staat, moet je er een meervoud van maken of een verkleinwoord van maken. Voordat je dan het woord opschrijft, is het wel slim om eerst de zin voor jezelf te lezen. De eerste zin. Veel kinderen, puntje, puntje, van een huisdier. Het woord is droom, dus dan wordt het dromen. Lange klank, één medeklinker. Tweede zin. Ze willen een hond, poes of een. Het tweede woord wordt dan lammetje. Dus het wordt een verkleinwoord. Korte klank, dubbele medeklinker. Zet hem op vandaag.